Hey allemaal, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Lien's Keuken. In deze video laat ik je zien hoe je zelf heel makkelijk pasteibakjes kunt maken, die je vervolgens kunt vullen met een heerlijke vlees- of visragoût. Nou, wat ik ervoor gebruik vind je onder de video. Laten we snel aan de slag gaan. Wat heb je nodig? Allereerst bladerdeeg, verder een eitje en ik gebruik 2 uitstekeringen, een kleine en een grote. En je zult zo zien hoe ik deze gebruik. Nou, ik ga eerst het eitje even loskloppen en het eitje gaan we straks gebruiken om het bladerdeegbakje mee te bestrijken voordat ze in de oven gaan. En dat zorgt ervoor dat ze een mooi goudbruin bakken. Je kunt ze ook bestrijken met een beetje melk of desnoods met alleen wat water of gewoon helemaal niet. Maar goed, ik had genoeg eieren in huis, dus ik gebruik hier een eitje voor. Nou, als het goed geklutst is, dan zet ik hem aan de kant en dan ga ik verder met het bladerdeeg. En dit bladerdeeg komt rechtstreeks uit de vriezer, dus het is echt best wel hard en valt nog weinig mee te werken. Dus wat ik doe is dat ik het uitpak en dan leg ik ze eventjes uit op mijn aanrecht. En ik gebruik nu 3 plakjes per bakje en ik ga 2 bakjes maken. Dus ik leg in totaal 6 plakjes neer. Uiteraard, het aantal plakjes bladerdeeg dat je nodig hebt hangt af van hoe groot je ze maakt en ook hoeveel je er maakt. Maar goed, ik gebruik er dus 3 per bakje en ik leg ze met de gladde foliekant naar beneden. En dan laat ik ze ietsje zachter worden, ook niet te zacht, want als ze te zacht zijn, dan is bladerdeeg echt heel erg moeilijk mee te werken. Dan scheurt het snel en dan gaat het snel uit zijn vorm. Dus ik laat het gewoon heel eventjes liggen zo. Nou, de rest van het bladerdeeg gaat weer terug in de vriezer. En als ze dan ietsje zachter zijn geworden, steek ik met de grote ring allereerst 6 rondjes per bakje uit. En we gaan straks 1 groot rondje gebruiken als onderkant. En van de andere grotere rondjes gaan we ringen maken. En dat worden de randen van ons bakje. Nou, als ik er 6 per bakje heb gedaan, dan ga ik door met de kleinere ring. En je kunt straks goed zien hoe dat dan wordt. Want als ik daar vervolgens een kleinere ring mee uitsteek, of een kleiner rondje, dan hou ik een mooie ring over. Kijk, dat kun je hier goed zien. En dit doen we ook weer bij allemaal. En dan hebben we uiteindelijk 5 ringen per bakje. Dus 1 rondje laten we heel, dat wordt de onderkant. En dan hebben we 5 ringen per bakje. Nou, heb ik ze bijna allemaal gehad. En het is best wel hard duwen hoor, omdat het bladerdeeg nog best wel stevig is. Maar nogmaals, als je het te zacht laat worden, dan til je straks die ringen op en dan flubbert het alle kanten op en dan is het helemaal uit vorm. Dus daar heb je niks aan. Dus doe dit echt met bladerdeeg wat lekker hard is. Nou, dan gaan we beginnen met het opbouwen van de bakjes. En ik begin met de onderkantjes en dat zijn de hele rondjes, dus de grote rondjes. En omdat we willen dat de onderkant mooi plat blijft, gaan we daar gaatjes in prikken met een vork. En dat zorgt ervoor dat het bladerende effect dat bladerdeeg heeft een beetje kapot wordt gemaakt. Dus dan blijven de onderkantjes mooi plat. Want we willen eigenlijk alleen dat die randen omhoog gaan. En de onderkanten die mogen gewoon wat platter blijven. Nou, je kunt hier goed zien wat voor gaatjes ik erin heb geprikt. En dan gaan we door met de ringen. En ik leg allereerst een mooie ring hierop. En de kleinere rondjes, dat worden uiteindelijk de dekseltjes. Daar hebben we er natuurlijk maar 2 van nodig. Dus ik bak alleen deze 2 kleintjes mee. En dat zijn dus straks de dekseltjes van onze bakjes. Nou, ook op de andere mag een ring. En je hoeft hier tussen geen water of ei of iets anders te smeren, waardoor het aan elkaar blijft plakken. Dat bladerdeeg is plakkerig genoeg. Dus dat komt helemaal goed. Nou, als we dan 5 ringen per bakje hebben, dan besmeer ik het met wat ei. En dit kan met een kwastje, maar het is zo klein dat ik het makkelijkst vind om dit gewoon met een schone vinger te doen. En ook de dekseltjes smeer ik een beetje in. En dan zijn ze klaar om in de oven te gaan. Nou, en ik bak ze in het midden van de oven. En ze zien er goed uit. Ze kunnen in de oven. En dan is het eventjes geduld hebben. Nu gaan ze zo'n 20 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden. En ongeveer na een kwartiertje haal ik de dekseltjes eruit, want die garen gewoon iets sneller dan de bakjes. En laat ik de bakjes er nog even in staan tot ze mooi goudbruin en gerezen zijn. Nou, en dat ze rijzen kun je hier goed zien.
Nou, je ziet overigens ook hoe ik de keuken tussendoor even opruim. Maar als je op de bakjes let, dan zie je dat er in het begin niet zo heel veel gebeurt. Maar kijk, daar gaan ze al. En ook de dekseltjes, die rijzen mooi. Die worden helemaal rond en bol. En je ziet ook dat ik de rechter ietsjes rechter heb gestapeld dan de linker. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit, want het blijft toch wel mooi aan elkaar zitten. En als dan de dekseltjes ook mooi bruin zijn geworden, dan kunnen die er alvast uit. En zoals ik net vertelde, de bakjes hebben iets langer nodig, dus die gaan er nog zo'n 5 minuten in. En dan, als je nog 5 minuutjes geduld hebt, dan zien ze er ongeveer zo uit. En belangrijk om te checken is of de onderkant ook mooi bruin en gaar is. En je ziet ook die mooie bladerende structuur. Nou, en hoe ik ze vandaag heb geserveerd is als volgt. Nou, daar gaat een heerlijk bakje. En daar schep ik dan wat zelfgemaakte visragoût in. En hier zit van alles in. Dille, kabeljauw, dopertjes. Nou, echt van alles. Mocht je het recept willen, laat het zeker even weten. Nou, het bakje is mooi vol. Dan gaat daar het dekseltje op. En dan doe ik er ook nog een beetje sla bij. Dit is gewoon wat veldsla. Voor de frissigheid nog een schijfje citroen. En dat is dan een heerlijk zelfgemaakt pasteibakje. Eet smakelijk. En dat is het. Dat is hoe ik zelfgemaakte pasteibakjes maak. Ben je benieuwd naar het recept voor de visragoût? Laat het dan zeker even weten in de comments onder de video. Ik hoop dat je het een leuke video vond en tot heel snel. Doeg!